Onlangs heeft het college besloten om de subsidierelatie met Kwartier Zorg en Welzijn per 1 januari 2028 te beëindigen. De aanbieder van zorg- en welzijnsdiensten heeft een onstuimige periode achter de rug van reorganisatie, financiële tekorten en verloop van personeel. Het college wil het zorglandschap anders organiseren en wil ruimte om nieuwe partijen hierbij te betrekken. De gemeenteraad werd opgeschrokken door het collegebesluit en ervaart dat als vergaand. Op verzoek van de ChristenUnie werd er op 10 oktober in de raadzaal over gedebatteerd. Vanavond wordt gesproken over de beëindiging van de subsidierelatie met Kwartier Zorg en Welzijn per 1 januari 2028. Onderwerp is geagendeerd door de ChristenUnie, die het toch nog een keer goed wilde bespreken in de raad. Allereerst, er wordt gediscussieerd over waar valt het nou aan te wijten dat er overgegaan is tot een subsidiestop. Worden de problemen te makkelijk op het bordje van Kwartier Zorg en Welzijn geschoven? Nou, ik denk niet dat dat helemaal het probleem is. Kwartier Zorg en Welzijn die kwam bij ons met een budgetprobleem. Ze zeiden van we kunnen met de subsidie die we van jullie krijgen, kunnen we onze taken niet meer uitvoeren. En zeggen ja, het is een zelfstandige stichting met een eigen directeur en bedrijfsvoering. En dat lukt blijkbaar niet. Dus we hebben toen onderzoek gedaan naar van is de bedrijfsvoering wel op orde. En ook van hoe ziet het dan de toekomst eruit? En moeten we met deze partij verder? En wat verwachten we dan van zo'n partij? En een van die dingen die we verwachten is een strategisch partner die ons ook helpt met de veranderingen die nodig zijn in het sociaal domein. Ja. U zei net inderdaad, het is niet het feit dat ze de bedrijfsvoering niet op orde hadden waarom we de subsidie willen stoppen. Het is het feit dat we geen strategische partner in Kwartier Zorg en Welzijn zien. Wat bedoelen jullie met een strategische partner? Een partij die ons meehelpt om de veranderingen die noodzakelijk zijn in het sociaal domein voor elkaar te krijgen. En liefst daar ook zelf de ideeën voor inbrengt en aangeeft van hoe dat ook zou moeten. Hè? Want bij ons zitten beleidsambtenaren, maar daar zitten geen mensen die verstand van zorg hebben. Daar heb je echt wel medewerkers voor nodig die dat kunnen. Ja. Ja. U sprak over Veendam, Groningen. Die hebben het anders georganiseerd. Ja. Wat kunnen we daarvan leren? Dat er meerdere mogelijkheden zijn om het anders te doen. Want Veendam die heeft het aanbesteed met een groep partijen met één aanspreekpunt die dat dan voor hun organiseert. En dat gaat dan om de lichte jeugdhulp en de ambulante jeugdhulp. En Stad Groningen heeft ervoor gekozen om het juist heel dicht bij de gemeentelijke organisatie te organiseren. Dus de wij-teams zijn eigenlijk medewerkers van de gemeente, alleen dan in de stichting wij. Ja. BDO adviseert de gemeente om zelf meer regie te voeren op de toegang tot de zorg. Ja. Waarom is dat? Nou, de toegang, daar is waar de hulpvragen van de inwoners binnenkomen. En je wilt die inwoners zo goed en zo snel mogelijk helpen. En ook met een zo licht mogelijke oplossing. Zo'n oplossing die zo dichtbij mogelijk is. Dat is ook iets wat in de hervormingsagenda jeugd staat. Dat is echt zeggen van ja, je moet eigenlijk de hulp zo lokaal en dichtbij de inwoner mogelijk gaan organiseren. En dat is eigenlijk waar de toegang is. Dat is dat de hulpvraag komt binnen. De vraag moet verhelderd worden. Wat wordt er precies bedoeld? En hebben wij daar ook eenvoudige oplossingen voor? Of hulpaanbod eigenlijk voor? En als er echt zwaarder hulp nodig is, dan moeten we dat ook gaan doen. En dat nemen we af bij de gespecialiseerde zorgaanbieders. Ja. En de rest van die uitvoerende taken zal dus uitbesteed worden aan commerciële partijen? Nou, zover zijn we nog niet. We gaan in december met de Raad in discussie over een aantal scenario's. Daarvan zullen we als college aangeven, op grond van de kaders die de Raad gesteld heeft, zou dit het best passende scenario zijn. En de Raad kan dan daar aangeven hoe zij daar tegenaan kijken. Dat is wat we gaan doen in december. Ja. U geeft aan, het is van belang dat je dicht bij de inwoners staat, zodat je een organisatie nodig hebt met expertise. Is Kwartier Zorg en Welzijn niet precies die organisatie die jullie nodig hebben? De Kwartier Zorg en Welzijn is heel goed in de uitvoering van het welzijnswerk. Daar zijn we ook niet ontevreden over. Je merkt wel dat het lastig is om daar de juiste mensen voor te krijgen. En ook te zorgen dat die mensen de ruimte krijgen om het werk te doen. Dus dat is op zich prima, maar het concentreert zich vooral rond de sociale teams en de case managers jeugd. Waarvan Kwartier aangeven, we hebben moeite om ze vast te houden, er is veel verloop. Die taak wordt steeds moeilijker uitvoerbaar. Daarvoor kwamen ze ook vorig jaar bij ons en zeggen van dit gaat zo op deze manier niet verder lukken. Dus er moet nou wel iets gaan gebeuren. Ja. De komende jaren, transitiefase. Ja. Jullie trekken samen op met Kwartier Zorg en Welzijn om continuïteit in de zorg te bieden. Ja. Wat is het perspectief dat het college biedt voor de komende jaren?
Nou, voor de inwoners zou het niet anders moeten zijn. Hè? Er zijn natuurlijk risico's bij dat je gaat veranderen qua organisatievorm. Wat zijn die risico's? Nou, de medewerkers kunnen wel eens denken van, goh, straks gaan ze aanbesteden. En nou, ik weet niet of ik er dan nog wel bij hoor of bij wil werken. Ja, er is altijd vraag naar dit soort personeel, ook door andere gemeenten en andere organisaties. Dus de markt voor personeel is gewoon heel gunstig. Dus ze kunnen ook makkelijk vertrekken. Alleen, Kwartier heeft ook medewerkers juist in het welzijnswerk die hier al heel lang werken en die ook echt wel binding hebben met deze gemeente. Dus ik hoop dat zij het geduld kunnen opbrengen om die transitie ook af te wachten en ook de kansen voor zichzelf erin te zien. En hoe kan het college daar toch ook op, dat in de hand werken? Nou, door vooral in dat hele proces samen te werken met Kwartier. En dat doen wij ook. We zitten maandelijks met elkaar om tafel. En we hebben ook kwartaaloverleg over de voortgang van zaken. Maar we proberen dit zo samen mogelijk uit te voeren. Het toewerken naar een ander zorglandschap met een strategische partner. In welke mate wordt dat nou eigenlijk gedreven door de noodzaak aan bezuinigingen? Nou, dat wordt vooral veroorzaakt door... het is heel duur, zorg. En dat merken we ook dat de cao's zijn gestegen. De caseload-norm is ingevoerd bij de jeugdbescherming. Dat betekent dat ze minder casussen per persoon kunnen doen. Dat betekent ook dat het weer duurder wordt. Maar uiteindelijk willen we gewoon als gemeente, dat zijn we verplicht, om de beste zorg aan onze inwoners te leveren. Kan dat ook met de middelen? Tot nu toe blijkt dat we steeds geld tekort komen. Maar we moeten er echt wel aan gaan werken om dat binnen de budgetten die we daarvoor krijgen ook te gaan organiseren. En dat is tot op heden niet gelukt. En we hadden gehoopt dat we met een partij als Kwartier, dat zijn we ook in 2015, hebben we er ook heel bewust voor gekozen om dat samen met hun te gaan doen. En ook om vanaf 2019 die transformatie te versnellen. Alleen het is op heden niet gelukt. En dat is het jammere eraan. En daarom zijn we ook op zoek naar een partij die dat wel voor elkaar gaat krijgen, samen met ons. En als het kan ook met een rol voor Kwartier daarin. Dus, Daar wil ik de laatste vraag. Staat de deur nog open voor samenwerking met de Kwartier in de toekomst? Dat kan. Hè. De vraag is wel of dat als zelfstandige organisatie is of dat het als onderdeel is van een consortium. Hè. Want in wezen de taken... Wat bedoelt u met het laatst? Een samenwerkingsverband. Hè. Kijk, stel dat we gaan aanbesteden, dat het scenario wordt, dan zou Kwartier daar ook in mee kunnen doen als onderaannemer van een andere partij. Bijvoorbeeld voor het welzijnswerk, want dat is nog steeds iets wat hier in de gemeente ontzettend nodig is en wat ook door Kwartier gewoon wordt uitgevoerd. Ja. Vanavond werd de subsidiestop voor kwartierzorg en welzijn besproken, die voor 2028 gepland staat. De ChristenUnie heeft het onderwerp geagendeerd. Wat is jullie voornaamste reden geweest om het te agenderen? De belangrijkste reden is dat wij een BDO-rapport hebben gezien. BDO is een accountant die onderzoek heeft gedaan naar de bedrijfsvoering van Kwartier. Daar kwamen best wel een aantal duidelijke conclusies uit. Nou, conclusies die we ook al konden delen, die we ook met BDO hebben besproken. Maar wat wel heel erg belangrijk was, is dat eigenlijk dit al veel langer speelde, deze problemen. Maar dat de Raad erover niet of heel sporadisch is geïnformeerd. Zeker niet waar het ging over de problemen bij Kwartier. En de problemen bij Kwartier hadden we als fractie vaker geagendeerd. Omdat we zeiden van, ja, we horen signalen dat het daar niet goed gaat. Er is een hoog ziekteverzuim, er is veel verloop. En eigenlijk werden onze opmerkingen daardoor steeds afgedaan. Ja, dat is bedrijfsvoering, daar gaat het niet over. Maar er gaat bijna 7 miljoen van de inwoners van Midden-Groningen richting Kwartier voor de uitoefening van hun taken. Dus we vonden het wel belangrijk om daar ook over te komen spreken. Daar is dus telkens niet aan beantwoord door het college. Nee. Uiteindelijk komen ze dan plotseling met een besluit. Ja. Kan ik het zo zien? Ja, nou ja, wij vonden ons wat overvallen door het besluit. Omdat wij ook de inhoud van het BDO niet kenden. We hebben echt hemel en aarde moeten bewegen om het rapport van BDO boven tafel te krijgen. Toen kregen we eerst een soort van business letter. Nou, daar konden we eigenlijk ook geen chocola van maken. Toen hebben we gezegd, we willen graag het complete rapport in kunnen zien. En in ieder geval ook kunnen bespreken. Ook met de opstellers van het rapport. En dat is voor de zomer is dat gebeurd. Het algehele gevoel dat ik kreeg is, het college heeft al een besluit genomen. En de ChristenUnie en ook de fractie van GroenLinks, die stonden er eigenlijk bij van, wij hebben de keuze nog niet gemaakt. Dus alsof er langs elkaar werd gepraat. Nou ja, het college heeft aangegeven dat ze een
keuze heeft gemaakt. Aan de andere kant geven ze aan, we hebben geen keuze gemaakt, maar we komen er in december over te spreken. Het college heeft wel degelijk een keuze gemaakt door te zeggen, wij stoppen met de subsidierelatie richting Kwartier. Omdat zij op dit moment niet strategisch partner van ons zijn. Kwartier erkent ook dat zij op dit moment niet in staat zijn om strategisch partner te zijn. Kwartier heeft een hele lastige periode gehad. Eerst intern, vervolgens met een directeur die weggegaan is met een interim directeur. Er zit nu een directeur-bestuurder die naar ons idee echt wel de focus goed heeft, de juiste dingen doet. En wij vinden echt als fractie, dat verdient een kans. Zij hebben ook een verbeterplan ingediend. En BDO geeft ook aan dat ze dat als kansrijk zien. Dus BDO heeft een wat breder rapport geschreven dan wat het college nu doet voorkomen. Het college doet wat dat betreft een klein beetje aan de onderdelen eruit halen waarvan zij zeggen, ja, die vinden we relevant, maar zij mist ook een belangrijk deel. En je kunt niet zeggen, we stoppen ergens mee zonder dat je gezorgd hebt voor een goede achtervang. En daarvan geeft het college nu aan, ja, wij gaan ervoor zorgen dat Kwartier voor de komende tijd gewoon door kan blijven gaan. Maar ik snap eigenlijk zelf ook wel dat als je een organisatie bent nu eigenlijk in ontmanteling, ja, in hoeverre ben je dan nog in staat om dat wat de gemeente nu van je vraagt ook goed en fatsoenlijk uit te voeren. Ja. Denkt u dat het college een slimme keuze maakt om te zoeken naar alternatieven? Of doen ze er beter aan om toch verder een toekomst met Kwartier Zorg en Welzijn te plannen? Ik vind het prima dat het college wil kijken naar verbetering, ook als het gaat om dat strategisch partnerschap. Ik ben het met het college ook wel eens dat de omslag die gevraagd is na de decentralisatie van de taken, dat die niet is gelukt. Ik wijs er ook op dat heel veel gemeenten daarmee te maken hebben. VNG heeft daar vrij recent nog een uitgebreid stuk van geschreven in het VNG-blad, wat elke maand ook uitkomt. Heel veel gemeenten worstelen met dit probleem, omdat de problematiek gewoon heel groot is. De problematiek los je voor een belangrijk gedeelte op met geld. Maar als we met elkaar zeggen van we moeten echt preventief werken, dan moeten we ook preventief gaan werken. En tegelijkertijd al die mensen die al hulp krijgen, hulp laten krijgen. En die moet gewoon doorgaan. Dus het betekent gewoon dat je nu heel veel moet investeren. Ja, en dan gaat denk ik in dit geval de kost voor de baat uit. En dat lijkt het college zich te weinig bewust. Discussies eerder over Kwartier, maar dat werd nooit Kwartier genoemd, maar het sociaal domein, hadden altijd te maken met onze tekorten, dus onze financiële tekorten. Dus het was altijd een financieel aangedreven verhaal. Een belangrijk punt wat u maakte was de continuïteit van de zorg in de komende jaren. Biedt perspectief. Ja. Heeft het college perspectief geboden? In mijn beleving, als ik op dit moment ouder was met een kind dat begeleiding kreeg van Kwartier, of ik had een ouder die via Kwartier WMO kreeg, zou ik er niet heel gerust op zijn hoe dat nu verder moet. Ook omdat het nu natuurlijk volledig onduidelijk bleef, wat is het college van plan met Kwartier? Ze willen ermee stoppen, maar verschillende mensen zoals mevrouw Smit heeft daar ook van namens D66 ook stevig op doorgevraagd. Maakt Kwartier straks, als hij de verandering doormaakt die het college graag wil, ook kans om dan gewoon straks wel een doorstart te maken? En is zij dan gewoon de partij waar de gemeente mee in zee gaat? Ja of nee? En dat bleef heel erg onduidelijk. Voor de tussentijd gaat het college eigenlijk nu de triage, dus de toevoer richting zorg, eerst intern organiseren. Maar dan moeten ze vervolgens aan andere partijen dat weer uitbesteden. Nou, dat gaat ook geld kosten. Daar hebben we ook de vinger bij gelegd. In de eerste plaats omdat er intern ook mensen moeten zijn die dat gaan doen. In de begroting is daar nu geen rekening mee gehouden, anders dan met een PM-post. En een PM-post is een post die niet op geld is gezet. Nou, PN-posten in mijn beleving en mijn ervaring, die lopen altijd gigantisch uit de klauwen. Dat is niet een paar ton. Wat zijn de eerstvolgende stappen? Bespreking in december? Nou, wat mij betreft bespreken we het niet in december. Ik vond eigenlijk, en dat heb ik tegen het college ook gezegd nadat zij hiermee kwamen, dit verdient een plek bij de bespreking bij de voorjaarsnota. In de voorjaarsnota staat 4 keer Kwartier, maar dat is echt alleen maar over projecten die ze doen en de kosten die er staan. Niets over wat de gemeente van plan is met Kwartier. Ik vind echt dat dit bij de begroting een nieuwe plek moet krijgen om besproken te worden. Het hoort bij de begroting thuis. Het is een belangrijke verbonden partij. Ruim 7 miljoen van ons geld gaat daarin om. Het is voor ons echt onvoldoende om dan te zeggen, in december komen we tot een scenario-discussie wat wel en wat niet. Dat is gewoon echt veel en veel te laat. Hoe heeft u die discussie ervaren vanavond? Nou, we hebben dit onderwerp al 2 keer eerder op de agenda gehad. Toen mijn fractie, de Partij van de Arbeid en de SP dit samen geagendeerd. Toen ging het in de eerste instantie nog niet over de subsidiestop. We wisten nog niet dat die eraan zat te komen. Maar ja, dit debat was eigenlijk niet anders dan de
twee voorgaande debatten. We hebben niet heel veel antwoord gekregen, niet heel veel meer duidelijkheid gekregen. En het college blijft zich verschuilen achter andere partijen. Doet weinig hand in de boezem. En dat vind ik toch best wel frustrerend. Ja. Ik krijg van jullie sterk de indruk dat jullie het gevoel hebben dat er geen eerlijk proces is verlopen. Ja. Dus kun je dat toelichten? Wat ik in de commissie ook al aangaf, is dat wij het idee hebben dat er een mismatch is tussen het idee wat het college heeft over strategisch partnerschap en het idee wat het kwartier heeft gehad over strategisch partnerschap. En wat dat strategisch partnerschap nou is, ik zie jou de vraag al naar mij stellen. Ja, ik weet het ook niet helemaal. Dat is dus ook een beetje het ding. Hè? Het is dus een term die een beetje in de ledige lucht hangt. Waarvan we allemaal niet helemaal precies weten wat daar nou mee bedoeld wordt. En daarop wordt kwartier nu afgerekend. Dat vinden we gek. Hè, kwartier is een kans geboden om te verbeteren. Een verbeterplan te gaan maken. Daar geeft kwartier heel duidelijk aan, dit is hoe wij de bedrijfsvoering op orde willen gaan krijgen, om te kunnen voldoen aan de vraag die jullie als gemeente naar ons hebben. Maar dan krijgen ze geen ruimte om dat verbeterplan uit te voeren. Ja, ik vind dat niet fair. U vroeg de portefeuillehouder, de heer Offerijns, ook welke scenario's liggen er eigenlijk nog open als het in december eind het jaar weer besproken wordt. Welke scenario's liggen er dan nog open? Nou, laat ik het even zo zeggen. Ik hoop niet dat wij in december over die scenario's gaan spreken. Ik denk dat dat heel verkeerd is. Ik denk dat wij inderdaad eerst moeten kijken naar de kaders. Dat geeft het college ook aan. Maar om dan samen met die kaders het ook direct over de scenario's te gaan hebben. Ja, ik vind dat best wel vreemd. Wat bedoelt u dan met de kaders? Nou, de kaders. De raad heeft een kaderstellende rol. En in die kaderstellende rol geeft de raad opdracht aan het college wat zij moet uitvoeren. Dat gaat dus heel erg over de inhoud. En als we het dan hebben over de kaders in het sociaal domein, dan gaat het over hoe willen wij dat het sociaal domein eruit ziet? Hoe willen wij dat mensen zorg krijgen? Wat voor zorg willen we dat mensen krijgen? En wat voor ons heel erg belangrijk is, is dat we meer gaan focussen op het voorliggende veld. Dus dat we meer gaan voorkomen in plaats van gaan genezen. Dat zijn de kaders. Die moeten we eerst met elkaar gaan vaststellen. Die moeten we eerst met elkaar gaan bespreken. En dan pas kunnen we kijken welke organisatiestructuur past daar nou het beste bij. En we moeten altijd werken vanuit de inhoud. En we moeten altijd werken vanuit wat het beste is voor onze inwoners. En dit gevoel kreeg ik ook toen ik naar de discussie luisterde. Het college loopt eigenlijk vooruit in hun gedachteproces. Ze hebben een keuze gemaakt. Subsidie stop, uitbesteden, inbesteden. Daar is toch keuze in. En ik kreeg inderdaad vanuit vooral GroenLinks en ook de ChristenUnie het idee van dit is eigenlijk voor ons nog helemaal niet besloten. Ja, nou exact. Het college gaf op een gegeven moment ook aan, wij hebben nog geen scenario gekozen. Ja, hoezo? Er is nog geen scenario gekozen. Er is een super rigoureus besluit genomen. Dat vind ik dan gek dat het college dat aangeeft. Als je zegt, wij stoppen met die subsidierelatie per 2028, dan gooi je feitelijk ook gewoon een aantal deuren dicht. Daar moet open kaart over zijn. En daarin denk ik, daar heeft het college echt te snel gehandeld. Ik heb het college gevraagd in hoeverre we kunnen kijken of we die stappen kunnen bijstellen, of dat kunnen terugdraaien op een bepaalde manier. Daar heb ik helaas geen antwoord op gegeven. Maar wij zullen blijven inzetten op hoe kunnen wij de mensen die supergoed werk verrichten bij kwartier Zorg en Welzijn, hoe kunnen we daarvoor zijn? En hoe kunnen we er aan de andere kant voor zijn? Voor de inwoners die hulp nodig hebben en ervoor zorgen dat zij de beste hulp krijgen die mogelijk is.